Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. In de vorige aflevering zijn we naar Londen gevlogen met de Bostonius en zijn we hier nu op Grassenhellen Universiteit en gaan we inkopen doen voor onze wereldreis. We hebben de vorige aflevering geleerd hoe we met de bus kunnen reizen en we gaan nu naar Kensington om daar dus wat inkopen te gaan doen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Eerste film. Wacht even, Mary. Je hebt je brood weer vergeten. Kijk eens. Misschien kunnen we straks nog even wat doen. Welkom in Londen, Aurora. Dit is jullie wereld? Zoveel mensen. En wat vind je ervan? Dit is Kensington High Street. Dit is een dure kledingzaak en hier heb je de apotheek. Daar verderop zijn volgens mij een paar goede eetcafés. Jullie hebben veel winkels. Nou en of, je kunt hier alles vinden wat je zoekt. In die winkel daar kun je bijvoorbeeld... wat? Wat is er? Zie je iets interessants? Oh, wat doet mama hier? Hey Aurora, daar heb je mijn moeder. Kom, laten we even hallo zeggen. Ik voel alsof ik word geroepen. Zo. Nou, we zijn in ieder geval even hindertjes aan het zoeken. Die kunnen altijd van pas komen. Fucking grote zeppelin. Niemand die dat raar vindt. Mama! Hey mama! Luke, wat doe jij hier? Ik dacht dat je op reis was met professor Le... Oh, hallo Herschel. Ik had niet verwacht dat je zo snel weer te zien. Moet je vandaag veel colleges geven? Ah nee, een van mijn collega's is zo vriendelijk geweest om mijn colleges over te nemen. Ik ben bezig met een onderzoek. Oh echt? Ben je iets spannends op het spoor? Dan zal Luke vast wel mee willen, als het voor jou geen probleem is. Natuurlijk niet, geen enkel probleem Brenda. Sterker nog, hij is uitermate behulpzaam. Wat doe je hier mama? Ik was net op weg naar de bibliotheek van Grassenhellen om onderzoek te doen voor mijn artikel over tektonische platen. Maar ik sta hier nu al tijden en nog altijd geen bus. Ik kan net zo goed wachten tot de grond onder mijn voeten zich verplaatst. Lol. Ik sta hier nu al zo lang dat ik zelfs tijd heb gehad om een puzzel te verzinnen. Spannend. Speciaal voor ons. Trefpunt gezocht. Vier vrienden gaan samen naar het theater en willen afspreken bij de bushalte voor de ingang. A zegt, bah, voor mij is er maar één korte route en dan moet ik nog twee keer overstappen. Oké. Mooi, ik kan een directe bus pakken. Oké. C zegt, dus ik stap over op de tweede halte en dan stap ik twee haltes daarna uit. En dan is het D. Het lijkt erop als ik twee keuzes heb. Oké. En ze hebben evenveel haltes. Welke zal ik kiezen? Ik ga heel even voor jullie het beeld wijzigen. Even kijken. A zegt, voor mij is er maar één korte route. En dan moet ik alsnog twee keer overstappen. Dus ik denk dat A... naar het eerste punt gaat en dan op groen overstapt en dan moet hij nog ergens overstappen, die houden we even in onze gedachten. B zegt mooi, ik kan niet direct de bus pakken, dus hij zit of op de oranje lijn of op de blauwe lijn, dat is wel even belangrijk om te weten. En ik denk niet de oranje, want anders, hij moet op de blauwe lijn zitten, want anders zou A niet over hoeven te stappen. Dus hij moet op de blauwe lijn zitten, denk ik. Moeten we even kijken wat C zegt. Dus ik stap over op de tweede halte en dan stap ik twee haltes daarna uit. C, dus op de tweede halte stapt hij uit en dan 1, 2.
Dat kan of die zijn, of die zijn. En D zegt, het lijkt erop dat ik twee keuzes heb en ik kan evenveel haltes. Twee keuzes hebben. Evenveel haltes. Welke zal ik kiezen? Oh, oké. Okay. Dan is het deze. Want D kan via de groene lijn en dan naar links. Of via de oranje de lijn en dan naar rechts. Dus waar ik nu sta, daar moet het zijn. Hopelijk heb ik het bij het rechte eind. Ik ben zo slimpy. Kaboom. Die puzzel deed me goed. Haha, jij maakt er weer een kort werk van, Herschel. Goed, ik zal jullie maar laten gaan. Luke, gedraag je, oké? Niet zomaar hals over kop overal naartoe rennen. De professor zal wel op je letten, maar toch. Oh, kom op, mama. Ik ben al hartstikke vaak met de professor meegegaan en ik ben altijd braaf geweest. Ha, maar ik ken jou maar al te goed. Oh ja, mama. Ik wil je voorstellen aan onze nieuwe vriendin. Ze heet Aurora. We hebben haar ontmoet in Friesborg. Aurora, dit is mijn moe... Huh? Professor, waar is Aurora gebleven? Oh, hemeltje, blijkbaar is ze weggelopen terwijl we aan het praten waren. Is Aurora toevallig een blond meisje en nogal opvallende roze jurk? Ja, heb je gezien waar ze heen ging? Ze liep een paar minuten geleden in de richting van het museum. Ik had niet door dat ze bij jullie hoorde. Oh nee, naar het museum? Dit is haar eerste keer in Londen. Ga dan snel achter elkaar. Achter haar aan. Ja, kom op, professor, laten we gaan. Laten we inderdaad snel doen. Nog een fijne dag, Brenda. Het was goed je weer te zien. Oh, en daar is de bus. Wat een timing. Tot ziens. Ik hoop dat jullie vriendin snel vinden. Yep, dag mama. Hey, Grosky. Die schooiers zijn snel. Mooi zo. Ik was bang dat ik geen beweging zou krijgen tijdens het speurneuzen. Hallo, inspecteur Grosky. Oho, leden. Sinds wanneer bent u weer in Londen? Sinds een paar dagen. U lijkt nogal onrustig te zijn, inspecteur. Kan ik u wellicht ergens mee van dienst zijn? Nou, nu u toch vraagt. Oho, laat maar zitten. Maakt u zich maar geen zorgen, leden. Goed, voor Scotland Yard. Oké. Okay. Zou hij bezig zijn met een of andere geheim politieonderzoek, professor? Daar heeft het alle schijn van, Luke. Ik vraag me af wat voor onderzoek zoveel geheimhouding vereist. Misschien kunnen we het aan hem vragen als we... Ah, professor, kijk, daar, bij het museum. Vogel, nice. Hintmuntjes, nice. Oh, dit is een levend standbeeld, lol. En nog een hintmuntje. Nou, Aurora. Wat doe je hier? Daar ben je, Aurora. Wat maakt ons ongerust? Professor Layton? Gelukkig is je niks overkomen. Je moet niet zomaar weglopen zonder iets te zeggen, hoor. Oh, het spijt me. Als je ergens naartoe wilt, moet je het gewoon zeggen. Dan gaan we met je mee. Ik begrijp het. Wat is er in dit gebouw? Dit is een museum. Wil je even binnen een kijkje nemen? Iets hier voelt vertrouwd. Oh, zou het misschien Azraanse voorwerpen hebben? Hoogstwaarschijnlijk wel. Dit museum stelt allerlei oeroude voorwerpen tentoon. Sommige daarvan zullen ongetwijfeld van de Azraanse makelij zijn. Ik stel voor dat we even naar binnen gaan om te kijken. Goed. Hé, hey, er staat een agent voor de deur. Zou er misschien iets aan de hand zijn? Het spijt me, meneer, maar het museum is momenteel gesloten voor bezoekers. Ik vrees dat we niet naar binnen kunnen, Aurora. Waarom niet? Griebeltjes, het lijkt wel een jurk van mijn oma. Ik snap niks van damesmode. Heeft u het over mij? Oh, sorry, jonge dame. Hopelijk denkt u niet dat ik van de modepolitie ben. Nee, ik ben een doodgewone agent. Kan ik u misschien ergens mee helpen? Waarom mogen we niet naar binnen? Wilt u weten waarom we het museum hebben afgesloten? Dat mag ik u volgens mij wel vertellen. Maar ik werk eigenlijk aan een andere zaak terwijl ik hier de wacht hou. Ik kan wel wat hulp gebruiken. Als u me helpt, kan ik u vertellen waarom we het museum hebben afgesloten. Goed? Spannend. 25, code kraker.
De politie heeft een waarschuwing van een legendarische kluizenkraker gekregen over zijn volgende misdaad. Vannacht ben ik van plan in te breken bij de bank en een van de kluizen te kraken die genummerd zijn van 1 tot en met 60. Het nummer op de kluis dat niet gevormd kan worden door een combinatie van de volgende getallen bij elkaar op te tellen? Oké. Geen van deze getallen mag 2 keer in een som worden gebruikt. Welke kluis moet de politie vanavond goed in de gaten houden? Ik snap er niks van. Even kijken. Vannacht ben ik van plan in te breken bij de bank. Oh, en ik zie dat ik het kleine scherm nog open had. Net. Dat is misschien niet echt heel handig van mij geweest. Vannacht ben ik van plan in te breken bij een bank. Een van de kluizen te krijgen. 1 tot 160. Het nummer op de kluis kan niet worden gevormd door een combinatie van de volgende getallen bij elkaar op te tellen. Oké. Geen van deze getallen mag 2 keer in een som worden gebruikt. Oké. Eén kan je maken. 2 kan je maken. 3 kan je maken. 4 kan je maken. 5 kan je maken. 6 kan je maken. 7 kan je maken. Kun je 8 maken? Ja, 8 kan je maken. 9 kan je maken. Kan je nummer 10 maken? Even kijken. Oh, je mag ook meerdere, hè? Dan is het 7 plus 2 plus 1, dus dat is 10. Kun je 11 maken? Ja. Wacht, kun je 11 maken? Ja, 7 plus 4. Kun je 12 maken? Ja, 7 plus 4 plus 1. Kun je 14 maken? Ja. 15, kun je 16 kan je maken, 17 kan je maken, 18 kan je maken. Oeh, ik vind het lastig. Ik denk een hintje moet gebruiken, want ik denk dat het iets minder voor de hand liggend is. Ja, dat kan je allemaal maken. Bijvoorbeeld kun je de kluis om 1 tot en met 14 hebben gemaakt door combinaties te maken van de getallen tot en met de 7. Die in de waarschuwing staan. Oké. Okay. Je kunt vervolgens het getal 15 gaan gebruiken om hogere nummers te maken. Oké. Okay. 15 plus 1 is... 15 plus 1 is 16, plus 2 is 17, 18, 19. Kan je 20 maken? 15 plus 4 plus 1, ja, dat is 20. Kan je 21 maken? Ja. Kan je 22 maken? Ja. Kan je 23 maken? Ja. Kan je 24 maken? Ja. Kun je... Zeg ik dat goed? 15 plus 4 is 19, 20, 22. Kun je 23 maken? 15 plus 7 is 20, plus 1 is 23. Ja, plus 2 is 24. Kan je 25 maken? 15 plus 7 is 22. Ja, dan kan dat. Ja. Kun je 26 maken? Even kijken. Kan je 26 maken? Is 15 plus 7 is 22. Plus 2 is 23. Plus... Oh wacht, 22, ja, 26 kan je maken. 27 kan je maken. Kan je 28 maken. Plus 7 is 22.
26, 28, ja, die kan je maken. Kan je 29 maken. Plus 6, 22. Plus 4 is 26. 27, 28 kan je maken. Kun je 29 maken. Is 15 plus 7 is 22. Plus 4 is 26. 27, 28, 29. Ja, kan je 30 niet maken. Volgens mij kan je 30 niet maken. 30 kan je niet maken. 'Dit zou het moeten zijn. Het heeft even geduurd. Die puzzel is. Ik snapte dus wel meteen wat je moest doen. Maar. Het duurde gewoon lang voor een puzzel, vind ik. Fantastisch, nu kunnen we de voorbereidende maatregelen treffen. Hartelijk bedankt voor uw hulp, meneer. Dus jullie willen weten waarom we het museum hebben afgesloten? Nou, dat komt omdat hier zowaar een echte diefstal heeft plaatsgevonden. De plaatsdelict is niet toegankelijk voor het publiek gedurende het politieonderzoek. Maar we verwachten dat de hoofdgalerijen worden heropend zodra de rechercheurs klaar zijn met hun inspectie. Juist ja, dank u wel voor de informatie. Zou dit de reden zijn dat Grosky als een kip zonder kop door de stad rende? Een diefstal? Is jullie volk niet tevreden met hun eigen bezittingen? Sommigen niet, helaas. Goed, laten we dit onderzoek toevertrouwen aan de politie en verdere voorbereidingen treffen voor onze reis. Oh, professor, kunnen we misschien eerst langs gaan bij een kledingzaak voordat we boodschappen gaan doen? Ik geloof wel dat we daar tijd voor hebben, Emmy. Zoek je iets speciaals? Niet voor mij, voor Aurora. Als ze een reis door de wereld gaan maken, zullen ze vast iets praktischers gebruiken. Daarnaast heeft iedereen het steeds over haar jurk. Misschien valt ze iets minder op met wat modernere kleding. Voor mij? Goed idee, Emmy. Ik zag een kledingzaak in de hoofdstraat in Kensington. Laten we daar eens proberen. Nou, lopen we daar naartoe. Waar is dat ene winkeltje gebleven? Ah, daar is die. Dat ene winkeltje, fucking grote winkel op de hoek. Kom, we gaan een nieuwe outfit voor Aurora kopen. Dus, mijn jurk is niet mooi genoeg? Nou ja, hij is gewoon opvallend. Je ziet eruit alsof je op weg bent naar een chic etentje of een gemaskerd bal. Maar maak je geen zorgen, wij helpen wel aan een mooie, comfortabele outfit. Emmy, ik laat het uitzoeken van Aurora's nieuwe kleding graag aan jou over. Damesmode is niet bepaald mijn vakgebied. Goed. Aha, wat hebben we hier? Kijk, deze is leuk. Vind je niet? Nee, misschien ook niet. Mooi, hè? Het staat je goed. Vindt u dat echt? Oké, we hebben Aurora omgekleed. Maar zo val ik toch alleen maar meer op? Juist niet. Je denkt misschien dat je een beetje raar uitziet, maar iedereen zal denken dat je net van een tennisles komt. Het staat je enig, Aurora. Inderdaad, en Targent zal u een stuk minder snel herkennen. Hartelijk bedankt voor uw hulp. Oh, en ik wilde ook nog zeggen, je hoeft niet zo formeel te doen hoor. Probeer me een beetje te ontspannen, dan val je minder op. Ontspannen? Het is misschien even wennen, maar ik weet zeker dat je het kunt. Oké. Goed, nu we voor Aurora's kleding hebben gezorgd, kunnen we verder gaan en met de rest van onze inkopen. En dan doen we dat. Oké, bruinbrood, check. Boter, check. Cornflakes, roggebrood, jam. Oh, beschuit. En dan hebben we nog appelsap en pindakaas.
Ik zie dat we ons geen zorgen hoeven te maken om het ontbijt. En Emmy, hoe staat het met de andere maaltijden? Helemaal klaar, professor. Ik ben de lijst 2 keer nagelopen. Wat mij betreft kunnen we terug op de Bostonius. Zeg, is dat niet... Ik zal jullie vroeg of laat vinden, stelletje Targent schurk. Hey. Wauw, zo hard heb ik inspecteur Grosky nog nooit zien rennen. Ik vraag me af wie hij in dat steegje volgde. Dit bevalt me niet. We kunnen maar beter even een kijkje gaan nemen. Steegje time. Wel, alle verdraaide drommels nog aan toe. Ik had ze bijna te pakken, maar ik weet zeker dat ze deze kant op gingen. Wie is daar? Hier houdt het verhaal op, makker. Wie ben jij? Je hebt je neus deze keer toch echt in verkeerde zaken gestoken. De sergeant denkt dat jullie me tegen kunnen houden. Zo is het maar net. Leg hem om! Helaas. Emmy! Weer een zegen voor de yacht. Ik stuur je de rekening wel, inspecteur Grosky. Lol. Dus jij bent zo'n Targent-schooier. Zeg op, wie is de leider van jullie organisatie? Geef me een naam. Oef, niemand ligt Targent dwars. Dit zul je berouwen. Halt in de naam der wet. Verdraaid, hij is er tussenuit geglipt. Door een geheime deur zeker. Inspecteur Grosky, dat scheelde weinig. Is alles in orde? Oh, Leighton en dat jochie zijn er ook. Niets beters dan een robbertje vechten om een beetje beweging te krijgen. Ik ben geen jochie, mijn naam is Luke. Oh, sorry beste jongen. Inspecteur, kunnen we... we moeten u nodig spreken over Targent. Hebben jullie me zojuist gehoord? Nou, u schreeuwde nogal hard. Oh jeetje, verdrommeld. Deze missie is strikt geheim. Ik rep er met geen woord over. Zelfs niet tegen eerlijke burgers. Voor Scotland Yard. Hij is er weer vandoor. Waarom werkt hij eigenlijk aan een geheime zaak? Hij is toch maar een eenvoudige politie-inspecteur. Grosky leek te geloven dat hij te maken had met Targent-handlangers. Als hij gelijk heeft, kunnen we aannemen dat Scotland Yard zich niet alleen bewust is van Targent, maar ze ook dwars zit. We moeten professor Sycamore hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. Gelukkig zijn we al klaar met onze inkopen. Welke kant moeten we dan ook alweer op? De Bostonius staat bij de hangar, Luke. Laten we de bus nemen. Wel eens iets. Hey, een katje. Er bevindt zich behoorlijk wat katten in dit steegje. Waarom zijn ze allemaal hier als de hele stad is om te verkennen? Misschien zijn ze bang om verdwaald te raken, professor. Zo'n grote stad zit vast erg eng voor zulke kleine diertjes. Je zult wel gelijk hebben. Nu we het toch over verdwaalde katten hebben, wat dacht je van deze puzzel? Leighton heeft de puzzel voor ons. Het kattenkoppel. Deze twee katten zijn zulke goede vriendjes dat ze zich altijd precies hetzelfde gedragen. Vandaag zijn ze na een lekkere wandeling door de stad weer onderweg naar huis. Kun jij ze allebei precies tegelijk thuis krijgen zodat ze niet van streek raken? Het maakt niet uit door welke deur ze binnenkomen. Let wel, wanneer een kat één vakje van de vis verwijderd is, zal hij er gelijk op aflopen.
Moet dus ook voor zorgen dat de katten niet tegen elkaar botsen of in een rioolput vallen. Spannend. Oké. Even opnieuw. Zo. Kijk, nu lopen ze gelijk. Zo moeilijk was hij niet. Lekker, Lucky. Zoals het een echte heer betaamt. Ik ben zo blij dat de katjes weer veilig thuis zijn. Heel blij. Oeh. Wat? Oké. Goed, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van Azran. Adios, amigos.